scouting Johannes de Doper. 7 kenners, die hadden we nog niet in Stichtse Vecht. Vertel er eens wat over. Nou ja, wij dachten van, er is nog meer plaats voor nog meer scouting. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En ook meer diversiteit. Want ja, wij zijn een christelijke groep. Maar vertel eens, die groep, hoe groot is die? Ja, die is nu nog niet zo groot. Op dit moment 10 mensen. En vandaar dat we een hele mooie zeilweek houden. Om onszelf te promoten. Want ons motto is, laat je zien, laat je horen. En hoeveel mensen laten zich horen in dat zeilkamp? Nou, als wij ook maar enige post doen, dan hebben we binnen no time 5, 6, 7.000 views. Ja, maar ik heb het nu over het kamp hier. Hoeveel doen er mee? Nee, er zijn 30 kinderen gekomen. En er zijn 15 vrijwilligers die ons helpen en ondersteunen. 3, 2, 1. Ik moet het net. Ik ga mee, jongens. Die kinderen, in welke leeftijdsgroepen zit dat? Die zijn tussen de 10 en de 16 jaar. Dan komt de strikvraag, hoeveel boten heb je? Ja, dat is heel mooi. We hebben 7 boten. Wat voor? We hebben ladyfletten, we hebben valken, we hebben een varuna, we hebben een korallen. Dus ja, er is heel veel mogelijk hier. Kon jij zeilen of niet? Nee, ik kon niet zeilen en ik wist helemaal niet hoe het werkte. Nu snap ik het een beetje, maar het is nog moeilijk. Maar je hebt nog een paar dagen om te leren, of niet? Ja, tot zaterdag. Je kan hier veel dingen doen. Want vorige dinsdag hadden we een dagje vooral zwemmen. Dat vond ik vooral heel leuk. Gisteren en vandaag was meer zeilen. Was ook wel leuk, omdat ik met meerdere mensen in de boot zat. Ja, je krijgt hier ook zeiles, maar je hebt ook heel veel lol. En je gaat ook zwemmen. We zien je overal opduiken, of het nou is met een collecteprijs of spullen krijgen. Hoe gaat dat met die donaties? Ja, kijk, dat is het geheim. Wij zeggen, eigenlijk is het heel makkelijk. Je moet gewoon hard bidden, komt alles goed. Maar je zei christelijk, hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, wij zijn wat anders als de andere groepen. Die zijn allemaal seculier. Dat vinden ze heel belangrijk om dat naar buiten te brengen. Maar ja, er is gewoon een vraag vanuit de mensen die christelijk zijn om een groep neer te zetten die christelijk is. Oké, dan doe je daar verder nog actief iets aan of gaat het puur om de scouting? Het gaat om de scouting, maar iedere keer als wij samenkomen, dan wordt er een christelijke scoutingwet die internationaal gebruikt wordt hier opgezegd. En we bidden voordat we de plas op gaan. Dit is een zeilweek, dat is een grote activiteit. Wat staat er nog meer op het programma? Ja, we hebben 21 september hebben we een open dag. En dan hopen we dat er heel veel kinderen komen kijken die niet van de zeilweek gebruik gemaakt hebben. En zo hopen we onze groep een stukje groter te maken. En waar is die open dag? Hier, op de Meent. En als ze er iets over willen weten, hoe kunnen ze dat vinden? Onze FB-pagina, heel makkelijk. fb.me/7kennis.